Zondagmiddag werd in Druten de 17e editie van Boulderpop georganiseerd. Dit kleinschalige muziekfestival richt zich op mensen met een beperking die er de dag van hun leven hebben. Dit jaar vond het evenement plaats op het Pax Christi College en waren er optredens van onder meer het Feestteam, Django Wagner en Gebroeders Rossig. Ja, la, la. De doelgroep die wil elk jaar een uitje waar ze naartoe kunnen leven en dat doen ze inmiddels al 17 jaar. We zitten 17 jaar, dit is de 17e editie en die was voor het eerst compleet uitverkocht. Binnen 3 weken waren alle kaarten verkocht, dus ja. Vandaar. En wie is jullie doelgroep? Bewoners van Cerelo, dat is van origine de doelgroep en onze doelgroep zijn mensen met een verstandelijke beperking. En wat is er vandaag allemaal te doen? We hebben vandaag een hele mooie groep aan artiesten. Jochem van Gelder die praat alles aan elkaar. Hè. Hij is ook een van onze ambassadeurs van Boulderpop. Dus ja, we zijn ook heel blij met al die mensen. En ja, we draaien natuurlijk ook op een ontzettende mooie groep vrijwilligers. Ja. Het leuke is van de mensen die vandaag ook hier waren, die hebben geen belemmeringen. Ik heb zelf, als ik feest vier, dan denk ik, nou, we zullen andere mensen dan niet denken, niet te uitbundig. Deze mensen gaan gewoon helemaal los. En dat maakt dat Boulderpop ieder jaar een fantastisch feest is. En ja, ik weet niet hoeveel jaar ik het nu al mag presenteren, maar dat is een voorrecht om het te mogen presenteren. Maar het is ieder jaar ook weer een zondag waar ik naar uitkijk. Ik denk, oh gezellig. En dan ben ik benieuwd welke artiesten er zijn. En dan zie ik al mijn vrienden weer. En ik ken ze niet allemaal bij naam. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar dan is het weer zo hartelijk. Dan is het weer alsof we elkaar... Maar het is ook zo, we een jaar niet gezien hebben. Maar dat maakt Boulderpop tot een fantastisch feest. Ook voor mij en ook voor alle artiesten. En de reactie van de bezoekers, hoe is die? Ga binnen kijken en je zult het zien. Kijk, we gaan om 12 uur gaan de deur open. 11:15 stonden de eerste bezoekers al voor de deur. Ja, dat is echt voldoende. Hoe vind je het vandaag? Ja, geweldig. Ja? Ja, ik ben gewoon een beetje zenuwachtig dus. Ik vind het echt helemaal geweldig. Vooral dat er een grote artiest komt. En natuurlijk wat kleinere waar je ook mensen wat geduld voor moet hebben. En wat drink jij? Bier. En dat vind jij lekker. Moutbier. Kijk je in je mooie blauwe ogen. We zitten samen op de boulevard. Ik ben super gezellig. Iedereen had een flinke engagement. Ik ben hartstikke leuk. Nou, helemaal geweldig toch voor zulke mensen. Het is echt een groot feest. Ik kom elk jaar en speciaal voor Django Wagner. En ik kan Frans-Duits ook persoonlijk. Dat is een vriend van mijn vader. En Frans Bauer. Ik wil graag mijn zoon Stefan bedanken dat hij me in het zonnetje heeft gezet op mijn verjaardag vandaag. Kali, ik mis je Kali. Mooiste vrouw van mijn dromen. Ik hou van jou. En heb je ook meegezongen met de gebroeders Rossig? Natuurlijk. En zut uit de zwaaien van mijn broers van het feestteam. Even mijn shirt uitgetrokken en natuurlijk even meegespeeld. Heb jij je shirt uitgetrokken? Ja, natuurlijk heb ik mijn shirt uitgetrokken. Fantastisch. We hebben een meet en greet waar we jaarlijks hebben, een fotograaf uit Rutte die foto's maakt met de artiesten, met de bewoners. Ja, daar leven ze naartoe. Ja. En de meet en greet is met wie dan? Met alle artiesten. En iedereen maakt op de foto met wie dat ze willen, ja. Zelfs met ons. En de meet en greet, heb je jezelf met iemand op de foto gegaan? Ja, ik met Julia. Want Julia is natuurlijk, die maakte haar debuut op Boulderpop. En die is in er eentje, dus ik ben met Julia meegelopen. En dus zijn we samen. Dus mensen konden met mij en Julia op de foto. Kijk, bij de gebroeders Rossig, dan is het vol natuurlijk. En bij Feestteam is het vol. En bij Django is het vol. Dus bij Julia kon ik erbij. Ja. Dus dan hebben we het zo gedaan. Dus de meet and greet heb ik al gehad. En met wie ben jij al op de foto geweest? Pater Moeskoen.
Julia van Helfhoorn, Jochem van Gelder, Django Wagner en natuurlijk het feestteam, maar Gebroeders Gossig komt nog. Maar die is ook leuk, en dat mag best wel een keer gezegd worden, door de fotograaf Stan van der Hurk. Die viert iedere foto die gelukt is, alsof het een doelpunt is. Dus ja, ik heb weer foto's van hem gemaakt, maar iedere keer als er foto's, dan staat hij zo. En ja, dat maakt het nog leuker. Lieve mensen, lieve polderpotters, wij willen jullie bedanken. Jullie waren een fantastisch publiek en geef een heel groot applaus aan jullie zelf.